zullen deze vuurmonden 101 of 51 saluutschoten lossen? In Batavia is deze dagen de eerste groep Indonesiërs gearriveerd die uit Nederland naar hun vaderland terugkeerden. Onder hen bevond zich de heer Rustam Effendi, vroeger lid der Tweede Kamer. Nadat de bagage door de douane gecontroleerd was, reisde deze groep per trein door naar het Republikeinse gebied. Uit sojabonen, die op steeds grotere schaal in de archipel worden verbouwd, bereikt men een volksvoedsel bij uitnemendheid, tahu genaamd. De bonen worden droog gemalen, met water vermengd en dan opnieuw gemalen. De dikke meelpap, die rijk is aan eiwitten en vetten, wordt daarna gekookt. De ontstaande brei wordt op een vormpje in vierkante lapjes gewikkeld. Dan wordt het water eruit geperst, de tahu wordt in de zon gedroogd en is dan geschikt voor consumptie. Bij de wederopbouw van Indonesië wordt ook aandacht besteed aan de uitbreiding van de veestapel. In Australië is daartoe fokvee aangekocht dat per motorschip Tabinta naar Indonesië werd overgebracht. Behalve runderen kwamen bij deze eerste zending mee varkens, kippen en konijnen. Dit vee wordt over de gehele archipel verdeeld en zelfs vliegtuigen worden bij het transport ingeschakeld. Djokorde Gede Rake Sukawati, de voorlopige president van de nieuwe staat Oost-Indonesië, is voor het voeren van besprekingen in Nederland aangekomen.